Waardering en dankbaarheid, jaarafsluiting Zuid-Middendistrict. Barmhartigheid in actie, El Shaddai helpt vier gezinnen. En Noord-Amerikaanse tiener leeft om een verschil te maken. Deze berichten en meer in Nieuwsflits in beeld. Waardering en dankbaarheid op Sabbat 30 december 2023 toen het Zuid-Midden-District haar jaarafsluitende bijeenkomst met een evangelisch karakter op het terrein van de Elishama-gemeente organiseerde. Tijdens deze gelegenheid uit de Pastor Boys zijn oprechte dank aan de gemeenten voor hun significante bijdrage aan het werk gedurende het afgelopen jaar. Bovendien werden er op een bijzondere wijze leden van elk van de drie gemeenten erkend en beloond met een passend geschenk. Na de dienst werd er een gezamenlijke maaltijd genuttigd met de bezoekers. We danken de Heer voor deze bijeenkomst en de zegeningen gegeven in het afgelopen jaar. In de maand december 2023 heeft de afdeling gemeenschapsdiensten en vrouwenbediening van de El Shaddai gemeente in het westen van Suriname met oprechte compassie voedselpakketten, kleding en wat tijdschriften prioriteiten uitgereikt aan vier behoeftige gezinnen. Dit initiatief richtte zich met name op mensen met een beperking en twee recente weduwen die hun partners hebben verloren door een tragisch ongeluk. De doeltreffende respons van de gemeenschapsdienstenafdeling en vrouwenbediening van de gemeente El Shaddai, onder leiding van Zuster Ainish Gron en gesteund door enkele leden, getuigt van indrukwekkende solidariteit. Mogen God verlichting en troost schenken aan degenen die getroffen zijn? En weer goed nieuws uit de gemeente Zion. De eerste sabbat van het nieuwe jaar in de gemeente Zion begon met een krachtig uur van gebed, hour of power, vasten, toewijding aan de Heer, waarbij de gemeenteleden zichzelf opdroegen aan God. De voelbare aanwezigheid van de heer vulde de gemeente met levende getuigenissen van zijn machtige daden het afgelopen jaar. Het tweede deel omvatte een initiatief van de gebedscoördinatoren voor gezinnen. Een mandje met vier boeken werd overhandigd aan dominee Steven Tulp, die een week zal bidden voor het eerste gezin, namelijk het gezin van de hoofdoudeling. Na een week zal dit gezin het mandje doorgeven aan een ander gezin, wat de saamhorigheid en geestelijke eenheid in de gemeente Sion versterkt. Een bemoedigende ontmoeting zal wekelijks plaatsvinden. Mogen God dit initiatief zegenen. Op de sabbat van 6 januari heeft de Alpha Club niet alleen hun 2024 slogan. Reach, at least one through outreach, in woorden omgezet, maar ook in daden. Met zorg en toewijding hebben ze aandacht geschonken aan clubleden die niet langer de club of de gemeenten kunnen bezoeken. Een bijzonder bezoek aan de CCU-afdeling van het Slanshospitaal, getuigd van hun nobele inspanningen. Prioriteiten werden liefdevol uitgedeeld. En zelfs hun gezangen brachten patiënten van andere kamers samen. De bemoediging om door te gaan kwam op onverwachte momenten, zoals bij de uitgangspoort, waar ze werden gevraagd ook anderen te bezoeken. Vol vreugde keerden ze om op weg naar andere zieken in het ziekenhuis. Aan God alle eer voor deze betekenisvolle missie. Hey jongelui, de Betelboekenclub 2024 is gestart op 7 januari, maar je kunt je nog altijd aansluiten. Het doel is het bevorderen van leesplezier onder de jeugd en het stimuleren van geestelijke groei. Dit jaar richten we ons op het boek Boodschap aan jonge mensen van Ellen White, een prachtig geschreven werk vol wijsheid. Maak samen deze inspirerende reis, deel inzichten. Je geloof zal zeker groeien. Doe je mee? Registreer snel voor motiverende steun en een certificaat bij succesvolle afronding. Het boek is verkrijgbaar bij Yadpa boekstore. Voor meer info zie de contactgegevens op de flyer. Op 7 januari namen 30 adventistische jongeren enthousiast deel aan de Biggie Broekie Waka in samenwerking met de jeugd van Smyrna deelden ze tijdens de wandeling twee volle dozen van het tijdschrift Prioriteiten uit, wat neerkomt op ongeveer 500 prioriteiten. Deze gezamenlijke inzet getuigt van betrokkenheid bij gemeenschapsdienst, naastenliefde en het draagt bij aan een goede gezondheid. We zijn trots op jullie! Het nieuwe jaar beginnen we bij de Surinaamse zending met een act of kindness. Een vriendelijke daad. De afdeling Gemeenschapsdiensten van de Surinaamse Zending neemt het initiatief om samen met u 100 mensen te helpen met hun dringende behoefte aan kleding en ontbijt op dinsdag 30 januari. Voor slechts 100 SRD kunt u iemand sponsoren met twee kledingstukken en een ontbijt. Uw bijdrage kan vanaf dinsdag 9 januari tot en met 23 januari worden ingeleverd bij de Surinaamse Zending. Bij registratie ontvangt u een cadeaubon die u kunt overhandigen aan de persoon of personen die u sponsort. Op 30 januari vanaf 9 uur tot en met 11 uur verwelkomen we hen in onze aangename multipurpose zaal om de kleding en het ontbijt op te halen. Voor meer informatie contact u de afdeling gemeenschapsdiensten van de Surinaamse Zending. Laten we samen met deze vriendelijke daad het verschil maken in de levens van onze medemensen. Er zijn al 10 cadeaubonnen verkocht, nog 90 te gaan. Hoeveel mensen wilt u van dienst zijn? Beste broeders en zusters, graag willen wij u op de hoogte stellen van de zesde vierjaarlijkse zittingen van de Surinaamse Zending. Deze zal plaatsvinden van 13 tot en met 14 maart 2024 in de Centrumkerk Eduard J. Brumastraat 112. Tijdens deze bijeenkomst zullen onder andere verslagen worden gepresenteerd van de afgelopen vier jaren, plannen zullen worden goedgekeurd. Leden gekozen om het algemeen zendingsbestuur te vormen. Laten we elkaar aanmoedigen om te bidden voor Gods leiding terwijl we ons voorbereiden op deze belangrijke bijeenkomsten. Makela Smit zich voorbereidde op haar achtste jaar op de Gardenspot Middle School in de Amerikaanse staat Pennsylvania, dacht ze niet alleen aan academici en cheerleading. Makela was vastbesloten om een verschil te maken in de wereld om haar heen. Ze wilde een positieve impact maken op de mensen binnen haar gemeenschap die getroffen zijn met de thais ziekte een levensbedreigende longziekte die het leven van haar oom had geëist. Hoewel haar directeur haar idee afwees, zette ze door. Na een ontmoeting met de hoogste persoon van het schooldistrict ontstond de Do Something Club. De club met bijna 30 leden organiseerde fondsenwerving, kleding en voedselinsamelingen en steun de slachtoffers van tragedies. Ondanks successen blijft Smit vastbesloten om mensen met Thaislijmziekte te helpen. Zelfs als ze genezing vinden, zal ik niet stoppen, zegt Smit. Ik wil mijn hele leven voor andere mensen zorgen. Voor een gedetailleerde weergave van dit nieuws nodigen wij u uit de website te bezoeken www.adventis.org. Dank u voor het willen kijken naar deze aflevering van NFB. Maar voordat ik u groet, wil ik u een Bijbeltekst meegeven, gehaald uit Psalm 13, vers 6. Ik vertrouw op uw liefde. Mijn hart zal juichen, omdat U redding brengt. Ik zal zingen voor de Heer. Hij heeft naar mij omgezien. Tot de volgende week met meer inspirerend en informatief nieuws via NFB Nieuwsflits in beeld. Wees een zegen voor elkaar.